Hallo iedereen, een kleine video omdat ik net iets opgemerkt heb. Eigenlijk had ik het in het weekend opgemerkt, maar dan dacht ik van ja, oké, het is wat het is. Maar iets wat wij waarschijnlijk heel weinig mensen merken, maar wat ik zelf als ondernemer wel gemerkt heb, is dat wanneer dat je een video op verborgen plaatst, dan blijft die verborgen voor andere mensen die niet de link van die video hebben, tenzij dat jij of die andere persoon die video in een playlist plaatst die openbaar is. Dus dat betekent dat van zodra dat je een verborgen video in een openbare playlist zet, dat eigenlijk die video niet meer verborgen is, maar voor iedereen zichtbaar is. Dus dat wil ik eventjes meegeven, omdat ik merk dat dat voor veel mensen nog onduidelijk is. Dat ze ervan uitgaan dat die video onzichtbaar blijft. En dat is niet zo. Dus ik zou zeggen, zet gewoon al je verborgen video's op een privé playlist. En dan ben je zeker dat andere mensen het niet kunnen zien. Dat is niet alleen voor mij, de video's die ik maak voor mijn cursussen en trainingen en zo. Waar ik heel dankbaar voor ben als je dat respecteert om het op die manier dan te bewaren. Maar ook voor heel anderen. Want ik ben heel toevallig op persoonlijke readingen en dergelijke terechtgekomen. Bij andere mensen die hun reading op een playlist geplaatst hadden die openbaar waren. En dat is niet zo leuk. Zelf heb ik daar geen probleem mee natuurlijk. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is dat andere mensen zien waar jij een reading over vraagt. En wat dat het antwoord is die daar dan mee gepaard gaat. Dus ik wou deze kleine video toch eventjes opnemen om jou dat ook weer te leren. Dag!